Leuvense Steenweg in het centrum van Doutersum.
door een training. Ik ga niet in een deur. Ja, jongen, een half uur beschouwde. Of in een bak, maar dat is die ijskoud. Ik wil drinken. Aha. Super, ja. Ja, dat. De finishzone. Vijf banden en de halte in de kloof van 26 seconden. Dat is de laatste melding uit de Mitsubishi wagen van de garage Boutique NV. Ingang van de laatste ronde. Altijd de derde tour. Ingang de laatste ronde. En Sam Vennert die de leiding had hier bij de passage. Duwen en proberen om de voorsprong te behouden. Maar ook het peloton uiteraard. Die wil nog naar voren. Die komen ook hier in de buurt van de passage. Ingang van de laatste ronde. Ingang laatste ronde. Wint Liebenzagli vooraan in het peloton tempo. Proberen in de hoogte te kunnen. En proberen op te gaan naar de voorbank, naar de vijflijn. Jongens, ingang laatste ronde. De baan bijgehouden van Mirko Wagner van de Haagse Zee. Die komt eraan en de spins is op gang getrokken. Je not al een goede jam. De spin is op gang getrokken, dames en heren. 41-51. Deze moeten we noteren voor de uitslag. En Timo Lee Stevens zit erachter nummer 41. En 51 met het sample. Dat is de complete dag en de stop overhaken. En voor de rest, dames en heren, even wachten. Want de commissaris zijn bezig met de uitslagverwerking. En we moeten even een tiental minuten in deze zwaar. En dan kan u de uitslag bekomen in de zaal hier achter de reportage wachten. Mooi, dames en heren. De renners hebben vandaag weer eenmaal zijn best gedaan hier in Stokkortenhaag. Om eens te bewonderen om zoveel gas te geven. Tot het einde door te gaan om te strijden voor die ene plaatsen. Het is een verraderlijke wedstrijd uiteraard. Van slag hier naar de finishzone. En een prachtige hond. Oké. Timothy Stevens, dames en heren. Hij is toegekomen. Geef maar alsjeblieft een tafelend applaus. Hij mag de bloemen in ontvangst nemen. Van Bloemen- en Plantencentrum Jean-Pierre Holsbeek uit Tienen.
En indien mogelijk de tweede, als het kan, Sam Benetje, om bij ons te komen om Michel van der Velpen te verlossen van die trofee van de gemeente Kortenaken. Hij begint van door te wijken. Fotografen en cameramannen kunnen hun werk doen uiteraard. Ik ga even ondertussen langs bij de winnaar Timothy. Bedankt Provincia met de overwinning vandaag hier in Stok-Kortenaken. Nummer hoeveel? Twee. Nummer 2 is binnen. Een mooie ruiker, mag ik toch wel zeggen. Het zijn echte bloemen. Dat krijg je natuurlijk elke dag. En vandaag in Stok-Kortenaken, het is altijd zo hoor. Dan hoort het erbij. Echte bloemen. Uiteraard, het is een mooi pakketje. Als tweede overwinning van het seizoen. En de wedstrijd zelf. Even misschien wat bijpraten over deze dingen. Even die laatste 2-3 ronden. Is die mogelijk? Het was eigenlijk vrij snel koers. En de peloton bleef eigenlijk heel hard rijden. En op het moment dat Sam ging, wist ik van ik moet even opletten. Ik ben als tweede rijden dan vlot naar die kopgroep. En we zijn moeten blijven rijden, zeker in de finale. En op het laatste heb ik dan een beetje gepokerd hoe en wat. Omdat ik wist dat ik nog redelijk snel was. En dan gelukkig komt peloton eigenlijk op 300-400 meter van de meter pas bij. En ik heb ook niet getwijfeld aangezet en juist genoeg. Juist genoeg, juist voldoende om te winnen. Die finishzone, is het zo verraderlijk? Ja, ik moet toch oppassen, want wie hier voor de bocht op kop zit, moet toch nog een serieuze eindfinish hebben. En ik had vandaag nog genoeg punch voor op de rechtstuk om een tand bij te gooien. En, tijd, hè. Het is goed geweest, hè? Het is binnen. Nummer 2 is binnen. Timothy, volgende wedstrijd, mag je dat weten? Zondag onder de camper. Niet van de poes, hè? Erg genoeg. Oké, daar naartoe zou ik zeggen, met de moraal van vandaag in Stok-Kortenaken en blijven doorzetten, dat komt wel in orde. Dames en heren, mag ik vragen een applaus voor de winnaar, Timothy Stevens. Sam Bennett wordt gevraagd om even te worden. De tweede in de wedstrijd, Sam Bennett, alsjeblieft. Misschien even ongewissen, want zij hebben ervoor gereden. Ze hebben ervoor gestreden, dames en heren, om te winnen en hem de goede eerplaats neer te plaatsen vandaag hier in Stok-Kortenaken. Als winnaar, Timothy Stevens.